Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups and Down. Niels die is vandaag ook weer thuis, want het is maandag. En die is nu Jordi naar school brengen. Tenminste, die zal zo wel thuis komen. En Liam die is lekker aan het spelen. Liam. Hallo. Ja. Hoi schatje. Lekker ding. Ja. Hier was hij eerst bang voor. En daar is hij nu dus niet meer. Dus de hele dag gaat dat ding aan. De batterijen zijn een beetje leeg. En volgens mij heeft hij er ook weer iets ingedouwd wat er niet in hoort. Zo te horen. Heel even uitzoeken wat erin zit. Ik heb hem gevonden hoor. Ik heb even met de vork deze eruit moeten halen. Die moet er niet in hè, vriend. Deze moet er niet in hè. Ja, de beer die napraat staat aan. Nou doet hij het weer. Kijk, de batterijen zijn een beetje op. En het aparte is, die batterijen zijn nergens te krijgen. Dus ja. Ik ga even boven kijken bij Sam, want die lag nog te slapen. En ik ga mezelf even aankleden. Dit zo lekker liggen. Onze Bolly. Superman. Maar ik ga hem even aankleden. Ik heb de was alweer aangezet. Ik heb nog een berg was om op te vouwen, maar dat is zo gedaan. En deze kleine is lekker wakker aan het worden. Sammetje, doe jij wakker worden? Hallo. Kun jij wakker worden, vriend? Ik ook niet wakker worden. Sam die ligt nog even wakker te worden. Ik ga zo een flesje maken. Voor mij is vandaag lekker een pyjama dag. Ik heb een slijmbeursontsteking, dus een BH aandoen is gewoon heel lastig. En dat is ook best pijnlijk. En ja, dus vandaar dat ik zoiets heb van, doe maar rustig aan vandaag. Ik hoef vandaag ook niet heel veel te doen. Gewoon een beetje de aanrecht een keer opruimen en een keer mijn was vouwen. En lekker met Liam bezig zijn. En lekker met Sammetje bezig zijn. En straks dan als Jordi weer thuis komt, ook met Jordi. Maar goed, ik ga heel eventjes zorgen dat mijn jongste telg van het gezin wakker wordt. Ik ben onze kleine Telg de fles aan het geven, maar hij moet even boeren. Maar papa is ondertussen thuis gekomen. Papa, wat ben je daar aan het doen? Ik ben aan het kietelen. Liam aan het kietelen. Liam aan het kietelen. Oké. Okay. Liam. Nee. Dus zoals jullie horen, dan wordt hij lekker gespeeld. Oh, papa. Wat komt er naar fruit? Een boterham. Yay! En dan gaat hij naar? Petje. Yay! En mama
heeft net iets lekkers gemaakt voor de lunch. Maar dat gaan we dadelijk eten als Liam lekker op bed ligt. Zoals ik al zei, heb ik lekkere lunch gemaakt. Ik zal even laten zien wat ik heb gemaakt. Ik heb lekker wrapjes gemaakt. Dit is met sautésaus en kipfilet. En dan heb ik wat salade doorheen gedaan. En dit is met gerookte kipfilet en rucola en kruidenkaas. Dit is met rucola, kruidenkaas en rund, gerookte rundvlees. Moet je even nadenken. Dit is met gerookte zalm, kruidenkaas en rucola. En dan gaan we eventjes lekker eten. Liam ligt net op bed. Sam zal zo wel komen voor zijn flesje, maar wij gaan lekker even smullen. Ik ben even Niels aan het bespieden. Die gaat nog even herrie maken. En dat kan Liam niet waarderen. Het is aan papa. Papa herrie maken. Je koekje eten. Maar lekker eten. Maar happen. Niet doen. Wat deze grote vent de laatste tijd doet op school, is best wel irritant, want hij heeft zoiets van, hé, laat ik eens gaan slapen. En dat is een beetje een gewoonte voor hem aan het worden. Dus, ja. We hebben het al met de lerares erover gehad, dat dat eigenlijk niet de bedoeling is. Want overdag is hij gewoon wakker thuis. En op school, dan gaat hij slapen. Dus daar gaan we ook mee aan de slag op school. Tenminste, de school gaat er mee aan de slag. Ben doen. Waarom zit je bril zo? Wie ligt er al op bed? Inderdaad, Liam ligt al op bed. Ja, en Jordi nog niet, hè? Jordi heeft wel al zijn flesje gehad en alles. Ja. Je gaat nog even spelen, hè? Eventjes lekker in de box spelen. Ja. Je gaat nog even spelen. Het is toch geen box geworden. Jordi ligt ook in bed. Die ligt lekker te slapen. Hopelijk blijft dat ook zo. En Sammetje die had honger. Dus die kreeg ook lekker een flesje. Ja. Hé jongen. Ja, kreeg jij lekker een flesje. Hè? Oh. Hij heeft ook een beetje buikkrampjes. Maar hij ligt nou bij mama en dan is het al heel snel goed, hè? En soms doen we een tutje erin, dan kan hij even zijn buikkrampjes kwijt tutteren. Ja, papa is nog steeds buiten bezig. Ja, en mama gaat hij daar even opruimen als jij weer wat rustiger bent. Jordi doet weer zoals wat hij altijd doet. Hij is in slaap gevallen en een uur later is meneer weer wakker. En dan is het schreeuwen, 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 schreeuwen. En dan laten we hem toch maar even spelen. Dus even aan het spelen. En dan ja, gaat hij zo dadelijk maar weer een keer naar bed. Dus altijd bij hem. Valt hij op de bank in slaap en niet in zijn bed, dan is het heibel. En wat doe je als je handen vrij moet hebben? Dan ga je je kindje gewoon dragen. Ik heb zo'n binddraagzak, hoe noem je dat? Ja, in ieder geval om hem te dragen. Maar die is zo onpraktisch. En deze is gewoon klik, klik, klik en klaar. Zit hij lekker met zijn beentjes zo. Zo. En mama kan de dingetjes doen. Vind je het wat, Sam? Sam, vind je het leuk?
Kun je het hebben zo? Ik denk het wel. Goedemorgen. Ik moet even goed vertellen. Gisteravond heb ik nog de pool eventjes opgeruimd en alles met Sam samen. En Niels heeft nog even meegestopt en gedweld. Toen zijn we op een gegeven moment naar bed gegaan. En Sam heeft van 12 tot 1 uur liggen huilen. Toen zei ik tegen Niels van, wil je een fles maken? Ik zei, want dan krijgt hij een fles. Ik zei, dan moet je maar kijken wat hij doet. Er was nog eigenlijk geen tijd voor zijn fles, maar ik gaf echt aan dat hij honger had. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hij heeft 40 op of zo. En toen is hij in diepe coma geraakt. Tot nu, 8:15. Dus, yes. Ik ga hem nu heel eventjes omkleden. Dan is hij lekker wakker. Want ik wil hem wel in een ritme krijgen natuurlijk. En zijn fles gelijk geven. Jordi slaapt nog. En dan maak ik daarna Jordi even wakker. Liam ligt al lekker te spelen beneden. Heeft zijn fles alles al gehad. Dus ja. We gaan heel eventjes aan de slag hier. Grote broer is ook eindelijk wakker, hè? Hij is zelf wakker geworden. Ik heb toch Sam eventjes gouden fles gegeven. Ik dacht van, ik denk laat hem maar even wakker worden. En toen was hij wakker en nu is hij lekker flesje aan het drinken. En dan ga ik hem zo even omkleden. Want hij is ook aan het doorlekken. Maar zijn flesje erin en dan is hij gelijk helemaal klaar. Want zo dadelijk komt de fysio en die komt met Jordi oefenen. Jordi is ook al klaar. En wij hebben badspeeltjes. En alle speelgoed die Jordi heeft, ze heeft die zo nat dat die speelgoed het gewoon begeeft. Dus ik zeg, ik en Niels zeiden eigenlijk tegen elkaar, we moeten die badspeeltjes gewoon gaan geven. Want dan spelen ze toch niet mee in bad. Dus ja, we hebben de badspeeltjes erbij gepakt. Dan mag je die lekker onderzeveren. Als je er maar mee speelt. Hier, doe maar vastpakken. Kom maar pakken. Kijk, alsjeblieft. Jee, nee. Liam, die heb ik net al naar bed gebracht, want hij was zo moe dat hij nog geen boterham wilde eten. Sam die kwam dat hij zijn flesje wilde. En Jordi ben ik nu ondertussen nog boterham aan het geven. Ja, allemaal eten, hè? Ja. Oeh,
doe je een bordje laten? Nou, dat is goed van jou. Ja. Oh, nog een bordje laten. Wauw. Liam die is wakker geworden na 3 kwartier en die is niet meer gaan slapen. En die zit nou in de box en die kruist me toch alles bij elkaar. Nou, dit is dus al de hele tijd met janken en alles erop en eraan. Sam die had honger, dus die krijgt nou zijn flesje. En dat is extra erg voor Liam dat ik Sam zijn flesje geef. Jordi die wilde ook niet gaan slapen, maar die heb ik zijn luier verschoond. En die lag net nog te slapen, maar volgens mij is hij nou wakker. Maar ik ga hem zo halen. Hij moet maar heel even wachten. En ja, dat dus. Ik heb dus een middag from hell. En het zij zo. Dus. Ik heb al dat gejengel voor niks gehad. Ja. Gaan we nou wel vechten met mama? Ik heb vandaag al ruzie gehad met je middelste broer, hè? Ja, met je broer. Gaan we vechten? Wat ben je aan het doen? Hallo? Nee, die komt niet van boven. Zo leuke geluidjes allemaal, al die baby's, hè? We zijn die geluidjes niet gewend. Nee. Maar ik heb vandaag genoeg geschreeuw gehad. Toen papa thuis kwam, wat had je toen? Ook ruzie. Ja. Met de kinderen. Maar toen was het uiteindelijk alweer goed. Ja. En we moeten vechten om wat eten in te krijgen. Ja, ze hebben vandaag niet hun dag gehad. Maar ze hebben niet gewonnen. Nee, papa heeft gewonnen, hè? Mm-hmm. Ja. Helemaal toen Toetje kwam. Ja, toen Toetje kwam was het goed. Maar, ja, dus die liggen nou lekker gedoucht en wel in bed. En we gaan deze dag ook afsluiten. Een hele goede morgen. Het is vandaag een dag dat... Ja, Jordi was op tijd op. Sam die had vannacht zoiets van ik ga feest vieren. Dus die Niels die heeft hem nog een fles gegeven. Toen is hij tussen ons heen komen te liggen. Ja. En net heeft hij weer een flesje gehad. Ik heb hem ook al lekker omgekleed. Mijn mama heeft vandaag een pyjama dag. Jordi en Liam hebben ook een pyjama dag vandaag. Ja, het is een pyjama dag vandaag, hè. Laten we dan doen alsof dit ook een pyjama is. Zullen we dat doen? Ja? Dan doe je gewoon met mama en je broers mee. Ja? Doen we dat? Het is tijd voor het fruitje. En vaak is Sam gewoon aan het slapen in de tussentijd. Maar soms is hij ook gewoon wakker. En als hij gaat liggen zeuren dat hij niet in de box wil liggen... Dan pak ik hem er gewoon bij. En dan zit hij er gewoon lekker zo bij. Nee, zit hij er gewoon zo bij. En dan vinden Jordi en Liam heel gezellig. Hè? Het boeit ze gewoon niet. Maar goed, fijn. Spitsuur is hier weer voorbij. Ik heb allebei de oudste jongens al op bed liggen. En hij werd ondertussen, dat ik daarmee bezig was, werd hij wakker. En dacht hij bij zijn eigen, laat ik de boel maar even bij elkaar gaan krijsen. En dan krijgt hij zijn fles. Want ja, jij kan klok kijken, hè. Hij doet bij zijn eigen, hou je mel, laat me mijn fles zuipen. Dus dat is hij nou ook aan het doen. Maar het is hier altijd tussen 11:30 en
Het is nu 11:45, tussen 11:30 en meestal 11:45 is het hier altijd wel spitsuur. Dan hebben we meestal wel hier alles op zijn kop staan. Dan kun je ook rustig eten. Oh, tuurlijk. We moesten even ontluchten. Ja, hier heb je hem weer. Wat het nu allemaal met slapen is tegenwoordig met die kinderen. Ik had mijn raam opengezet omdat ik was aan het koken. Ik heb mijn eten al klaar. Maar wat er nou allemaal met slapen is met die twee. Liam slaapt nog. Het is 2:30, dus die slaapt nu extra lang. Jordi slaapt niet meer. Dat is niet erg, hè? Oh, dat is niet om te klagen. Maar ik denk dat hij 3 kwartier geslapen heeft. Helemaal prima, helemaal top. Maar ik denk dat het weer het doet of zo. Of iets. Dat ik de afgelopen dagen problemen heb met slaapkindjes. Maar ja, hè. Jordi zit in ieder geval mooi te spelen. Boe, echt waar? Je bent toch aan het spelen? Deze lekkere vent, die ligt lekker te slapen. En dit is wat ik aan eten heb gemaakt. Dit is, grof vertaald hete ei, nasi en kippenboot à la moi. En er zitten extra veel groentes door de nasi heen, zodat de kindjes gewoon lekker nasi met satésaus krijgen. En dan, kijk ik heel eventjes hoe pittig het ei is, anders krijgen ze dat ook nog. En voor de rest, ben ik hier gewoon bezig en dingen aan het doen en op aan het ruimen. En ja, ik had gisteren alles opgeruimd en dan zie je gewoon helemaal niks meer van. Maar ja, we doen het allemaal mee. En de hond, die is ook gek aan het doen. Wie is er weer thuis? Jordi. Oh nee, die was al thuis. Juist. Dan was pap uit. Oh. En wie ligt er al op bed? Mia. En wie gaat er zo naar bed? Papa. Ja, Jordi naar bed brengen. Jij hebt er zeker bij gaan liggen. Juist. Even voordoen hoe het moet. Hoort ook bij de opvoeding. Vol mama het voordoen. Mama gaat hier daar opruimen. Een lekker douche. Ook ja. Je mond staat open. Nou ja. Vandaar dat het in één keer waaide. Ja. Een hele goede morgen. Ik heb Jordi alweer aangekleed. Liam die ligt te spelen in de box. Of ja, zit, ligt, wat hij doet. Sammetje, die ligt te slapen. Die is gisteravond heel goed bezig geweest. Met goed bedoel ik niet goed. Die had gisteravond de fles. Niels die was hem aan het geven. En Niels die houdt hem even omhoog. En hij laat een boer. En hij kit zo Niels helemaal onder. Maar zichzelf ook natuurlijk. Dus we wouden hem toch in bad doen. Dus hebben we maar gelijk gewoon even met Niels samen in de douche gezet. Dus die is ook gelijk schoon weer. En daarna hebben we hem een fles nog gegeven. En daar heb ik het over 1/2 uur later. En toen is hij gaan slapen. En toen heeft hij tot vanochtend 6:30 zoiets geslapen. Dus dat is goed. Maar het was wel 1:30 voordat hij in zijn nest lag. En de reden dat hij kitste, dat weet ik ook al. Want toen ik hem aan het uitkleden was, toen deed ik dat. En toen rook ik in één keer poep. Dus die had zijn eigen ook helemaal leeg gescheten. En ik heb dat zelf ook. Ik heb spastische darmen. Als ik echt heel erg nodig naar de wc moet en het lukt niet 1, 2, 3, dan kan ik heel misselijk worden.
Joef, kom. Weg daar. Kom hier. Kom hier. Hier komen. Wel. En ik weet zelf hoe het voelt als je misselijk wordt omdat je moet schijten. Ik heb spastische darm, dus ja, ik snap wel dat dat gebeurde. Liam heeft het in het begin ook wel eens een keer gehad. En Jordi, die is de koning daarin, omdat hij met zijn darmproblemen natuurlijk zit. Dat hij misselijk wordt omdat hij zo nodig moet schijten en het lukt niet en bla bla bla. Dus deze koning, die heeft dat al vaker gedaan. Dus ik wist wel, toen ik dat zag, waar het aan lag. Hé, Jordi. Kun je het hebben zo? Wat? We zijn aan het wachten op de fysio. En Jordi vindt er niks aan om te wachten. Je bent wel heel knap nou zo hoor, met je kleertjes. Ja, het is heel knappe man hè. Oh. Mama had hem nog wel goed gevouwen, maar je bent dan hangen erop hè. Ja, ik geef zijn bril nog een keer goed vouwen. Iemand nog mosterd kopen? Ik heb 3 soorten in de aanbieding. Lichtgeel, donkerder geel... en bruin. De een met pitjes, de ander zonder pitjes. Nee, even zonder dolle. Ik heb vanochtend gewoon al... even kijken. 2, 3, 4, 5, 6. 5 gewone poepluiers verschoond. En 6... De 6e die liep door alle gaten die maar in een luier zit, liep het eruit. Zoveel had hij gescheten. Hij hier. Hij. Ja, ja, ja. Ja, wie goed eet, moet ook goed schijten. Dus ja, dat scheelt. Wat doe je als je een huilende Sam hebt? Dan ga je maar dragen. De kindjes zijn al wakker. Die hebben een middagdutje gedaan. En ik ga zo even aan het eten beginnen. Samen met Sam. Gaan we samen doen, hè? Ja. Gaan we samen eten maken. Liam is lekker chipjes aan het eten. En Jordi die is ook iets aan het doen. Koekje aan het eten en ondertussen met speelgoedje. En jij doet een beetje klagen. Ik ben net eventjes naar de winkel geweest, want ik moest voeding halen voor Sam. En toen zag ik bij de kruidvat dat ze de juiste batterijen hadden voor het speelgoedje van Liam. Die heb ik maar gelijk even meegebracht. Doe maar op knopje drukken. Doe maar op drukken. Doe maar aanzetten, Lily. Goed zo! Hij is er helemaal blij mee. En hier naast mij heb ik even geen ruzie mee. Die ligt lekker te pitten. Lekker rustig even. Je gaat die kleine doen. Deze? Ja. Je gaat lekker naar bed toe, hè, Lia? Ga je naar bed? Lia. Ga je naar bed? Ben je papa's vriend? En dan zegt papa jouw grote broer een flesje geven. En dan gaan we eens kijken wat die van plan is. Hallo, hoe doe je lekker bij papa knuffelen? Is jouw broertje, hè? We hadden thuis nog zijn haar kunnen knippen. Ja. Morgen ben je eerder thuis, kun je het doen. Nou, Jordi moet wel
Dan zeggen ze op school dan dat we hem niet verzorgen. Nou, ik denk dat dat wel meevalt, toch? Leo. Liam. Lily. Gisteravond kon ik de vlog niet meer afsluiten. Ik had het zo druk en ik ben het gewoon weer vergeten. En ik ben nou een klein stukje aan het editen onder het genot van dat Liam lekker een boterhammetje aan het eten is. En toen kwam ik erachter. Dus wij gaan bij deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Doei!